Welkom bij een nieuwe unboxing in de Modern Myths spellenavond. Ditmaal kijken we naar het prachtige Time Stories, een science fiction spel over tijdreizen die in elke spellenwinkel meteen opvalt door het prachtige witte doos met slechts één element, een tijdcapsule. Het spel is bedacht en ontwikkeld door Manuel Rossoy en uitgegeven door Space Cowboys. En wij gaan kijken wat er in deze doos zit. Time Stories is een rollenspelcombinatie met een bordspel. Het is niet zo uitgebreid als bijvoorbeeld een Dungeons & Dragons, maar het is bedoeld om je op eenvoudige manier kennis te laten maken met rollenspellen. En het spel zorgt ervoor dat jij met je medespelers tegen het spel een missie gaat uitvoeren om de tijd-ruimtecontinuïteit te redden. Er is een mooi groot regelboek met mooie illustraties, waarbij je op de eerste pagina uitgelegd krijgt dat dit jouw nieuwe baan is. Je bent een agent die door de tijd gaat reizen om ervoor te zorgen dat inconsistenties in de tijdlijn niet voor grotere rampen gaan zorgen. Je geest wordt in het speler uit de tijd die je moet redden getransporteerd via zogeheten Tekkion Insertion, waardoor je de gebeurtenissen van een tijdlijn kunt manipuleren zonder al te veel schade aan te richten als een persoon uit een andere tijd die daar naartoe reist. Nou, het spel is in het Engels en legt al snel uit hoe je het bord moet opzetten, waar je de speelstukken moet neerzetten en hoe je vervolgens aan de hand van een stapel kaarten een missie gaat spelen. En het leuke van Time Stories is dat dit is het basisspel waarmee je een missie krijgt. En vervolgens zijn er talloze nieuwe scenario's waarbij je een nieuwe stapel kaarten krijgt om een nieuwe avontuur te gaan beleven. Nou, het is belangrijk dat je de regels even goed doorleest, zodat je precies weet hoe het spel jou door het verhaal heen leidt, zodat je niet af kan wijken en vast komt te zitten. Eigenlijk is Time Stories een soort computerspel op je keukentafel, waarbij je zelf via de kaarten de missie leidt samen met je medespelers. Nou, zoals ik zei, van hier kan je in het boekje van de spelontwikkelaars zien dat er nog talloze extra scenario's zijn om je Time Stories mee uit te breiden als je deze eerste missie heb gespeeld. Nou, ondanks de witte doos is het spel zelf ook best heel kleurrijk. Het ziet er heel erg mooi science fiction-achtig uit. Je krijgt stickers. Je krijgt ontzettend veel mooie speelfiches die ook allemaal een functie hebben in het geheel. Om je punten bij te houden, de gevechten bij te houden en ook zeer belangrijk de tijd die jou nog resteert om de missie tot een goed einde te brengen. Want je hebt maar een bepaald aantal beurten om te zorgen dat het mysterie waar je je in bevindt opgelost wordt voordat je weer teruggaat naar je eigen tijdlijn en het opnieuw moet gaan proberen. Het is dus best een spel met een uitdaging. Het is ook echt een mysterie. Het is een soort detective spel ook. Jij moet zorgen dat het conundrum, het enigma in de missie wordt opgelost door als persoon in die tijdlijn uit te vinden wat er aan de hand is en wat je moet doen om alles weer in goede banen te leiden. Nou, dit is het speelbord van mooi stevig karton. Op het speelbord worden de kaarten uitgelegd, de fiches geplaatst en rondom het bord liggen de andere fiches, zodat je stap voor stap je team door het missie kan leiden samen met je medespelers
En precies weet waar je in de tijd bevindt, waar je in de missie bevindt, welke personages je tegenkomt en wat er allemaal staat te gebeuren. Je team, spelers en je plek in de tijdlijn wordt allemaal met mooie, stevige houten fiches aangegeven. Er zijn verschillende dobbelstenen met symbolen die het spelverloop en de gevechten weergeven. De stickers die je hier aan het begin zag, die moet je ook plakken op de blokjes. Je hebt een groot blokje voor je personage waar je bent en je hebt een klein blokje om te onthouden wie je ook alweer was. Elke ronde neemt iemand ook de rol aan van de kapitein van het team, die de kaart voorleest en zorgt dat de missie voortgaat. Nou, zoals je kunt zien is de doos voorzien van allerlei verschillende vakjes en plekjes om al je fiches in op te bergen. En het grappige is, er staat in de handleiding uitgelegd dat als je halverwege je missie moet stoppen, om wat voor reden ook, hoe je dan het spel in de doos opbergt, zodat je de volgende keer weer precies op het punt verder kan gaan waar je gestopt bent om de missie verder uit te spelen. Dus dat kun je vergelijken met de save functie in een computerspel. Je slaat je spel op, je bergt de doos op en vervolgens kun je de volgende keer weer verder gaan. Nou, het spel waarschuwt meteen in de handleiding van let op, als je een missie gaat spelen, ga niet naar de kaarten kijken van tevoren. Ze liggen op een bepaalde volgorde in een bepaald aantal stapels die dus het spelverloop voor jou verzorgd hebben. En het is dus echt de bedoeling dat je gaandeweg het spel zelf ontdekt wat het mysterie is en hoe je het moet gaan oplossen. En door vooruit te kijken wordt dat natuurlijk gespoild. Nou, eerst heb je allemaal kaarten met de uitbreiding, bijvoorbeeld de Marcy Case, A Prophecy of Dragons. En er zijn ondertussen al tal en tal van missies bijgekomen. Dus Time Stories is ook een spel dat je kunt blijven spelen, omdat er steeds nieuwe verhalen voor uitkomen. En je natuurlijk met andere spelers ook weer missies opnieuw kunt doen. We gaan toch heel even snel kijken naar verschillende kaartjes. Ook om een beeld te krijgen van het prachtige artwork. Nou, hier heb je bijvoorbeeld een alien monster met de bijzondere tekst. Nou, die kun je dus bevechten. Meer monsters. Tekst van hoe je naar een locatie toe moet gaan, wat er gebeurt. Nou, hier heb je een tunnel waar je kan besluiten om naar binnen te gaan. Als je dat doet, moet je naar locatie 17 gaan. En zo leidt het spel je dus eigenlijk met de kaartjes in een narratief geheel door het doolhof van de tijdlijn die je bezocht hebt, waar je dus als een van de personages in die tijdlijn het lichaam hebt overgenomen en als time agent op pad gaat om een mysterie op te lossen. Nou, hier zie je ook een prachtige art deco glazen gebouw. Minutes down the pass, you clear the trees and discover an immense greenhouse. Prachtige, prachtige omgevingen. Personen die je tegenkomt. Je bevindt je dus eigenlijk echt in verschillende tijdlijnen vanuit de toekomst ga je daarheen. En zo speel je ineens een soort detectorspel met ook weer butlers. En allerlei gekke personages die je tegenkomt. Die jou proberen te verhinderen de boel op te lossen. Nou, hier ben je terug in je eigen tijd. It's Bob who greets you as you exit the caissons. And despite his customarily aloof demeanor, he seems rather surprised by your performance. Je hebt dus ook de mogelijkheid om je missie te failen. Je kan het ook niet halen. En dan moet je een kaart lezen waarop staat waarom je het niet hebt gehaald en wat je nu moet doen. En dan ga je weer terug de tijdlijn in op opnieuw proberen. Mooie sleutel. Maar er zijn natuurlijk ook tal van mogelijkheden om het wel te redden. En het is altijd handig, altijd handig. Het is aan jou en je team om ervoor te zorgen
dat de tijdlijn niet in elkaar stort en dat de mensheid verder kan gaan de toekomst in. In onze recensie op Modern Myths zal Daniel het spel spelen vanuit de basis om te ontdekken hoe toegankelijk het is als je hem voor het eerst gaat spelen. En vervolgens zal Yvette haar mening geven over de uitbreidingen. Want Yvette is al een zeer ervaren tijdreizigster die al meerdere missies gespeeld heeft. En zij kan jou vertellen hoe leuk het spel blijft in de toekomst. En deze woordgrap is natuurlijk expres gemaakt. Zoals je kunt zien is het speelbord onderverdeeld in allerlei vakken die bedoeld zijn om de kaarten te organiseren, je voortgang bij te houden en te zorgen dat je dus moeiteloos de volgorde van het spel aanhoudt om je stap voor stap door de missie heen te leiden. Hier bovenin is een plek voor de plankaarten. Hier zijn de codex plekken. Hier op de hoek gebruik je je items. Deze hele balk geeft weer waar je in de tijdlijn bevindt en hoeveel beurt je nog hebt voordat je weer teruggaat naar je eigen tijdlijn. Dus in die tijd moet je het spel opgelost hebben. Hieronder ga je de kaarten uitleggen. En het leuke daarvan is, je moet ze zij aan zij leggen waardoor het één groot plaatje wordt. Die ook de volgorde van het spel aanhoudt. En omdat het een mysterie is, moet je dus heel goed luisteren naar het verhaal, goed kijken naar de aanwijzingen en als een soort detective de tijd zien te redden. Hier zie je een voorbeeld van een aaneengeschakelde rij kaarten die samen een beeld vormen van de missie. Je kan dus het aan elkaar leggen en op de achterkant staat dan beschreven wat er gebeurt. Hiermee krijg je dus het verhaal te horen. De itemcards. De plankaarten. Het is ook nog een heel klein beetje een soort van puzzeltje. Maar het is heel belangrijk dat je goed oplet waar alles is en wat je daar kan doen. Nou, de rest van de kaarten zijn de missiekaarten. Missie succesvol, missie failed. De personages die je tegenkomt en wat ze doen. Nou, de andere missies. Kortom, zoals je ziet, gaandeweg vul je het bord. Je krijgt natuurlijk ook je markers erbij, je dobbelstenen erbij. En het spel zorgt ervoor dat je op een zeer eenvoudige wijze via het plan toch een heel verhaal leidt en volgt. Het ziet er allemaal zeer goed verzorgd uit. Het is eenvoudig om op te zetten. Je moet gewoon even weten wat je doet. En dan heb je een heel schema om je door het spel heen te leiden. Zoals je ziet is Time Stories een bijzonder spel. Met mooie achterliggende gedachten. Goede mysteries die je kan op gaan lossen als speler. Je hebt ook echt het idee dat je zelf de missies ingezet wordt om in een tijdlijn een puzzel te gaan oplossen. Het spel ziet er mooi en goed verzorgd uit. De regels zijn niet al te uitgebreid. Maar doordat je dus via de kaarten je avontuur beleeft, is het wel een spel wat je uren, dagen, jaren kunt blijven spelen. Zeker gezien de verhalen die steeds opnieuw voor het spel worden uitgebracht. Kortom, een echte aanwinst voor de Modern Myths spellenavond en misschien ook voor je eigen spellenkast.